en welkom bij deze nieuwe aflevering van Rikkepot. Ik ben Rix en op mijn kanaal gaat het alfabet langs. Ik bij elke letter twee leuke recepten. We zijn bij het eerste N-recept aangekomen, dus ik ga een heerlijke no-ga maken. Ik heb super veel zin in, laten we snel beginnen. Oké, deze no-ga. No-ga maken is helemaal niet eens zo heel erg moeilijk. We gaan eerst een suikersiroop maken, daarna gaan we wat eiwitten opkloppen, daar gaat de suikersiroop bij. En dan gaan we de nootjes erin spaten. Ik heb hier pistachenootjes en amandelen. Ik heb in totaal 200 gram nootjes. Ik zelf hou niet zo heel erg van een super gevulde no-ga, maar het is maar net wat je lekker vindt. Je kan nog meer nootjes, nog minder nootjes, geen nootjes. Je kan hem een beetje aanpassen wat je lekker vindt. Maar als eerst gaan we dus de suikersiroop maken. Daarvoor heb ik hier een pannetje en dan ga ik dat eventjes daar op het vuur even koken. Want nou, we hebben wel een kookplaatje, maar die wil gewoon niet zo makkelijk warm worden. En dan staan we hier over een half uur nog. Dus we gaan eventjes daar op het vuur doen. Daarvoor gaat er 125 ml water in. En 150 gram suiker. En nog 340 gram honing. Ik gebruik acacia honing, dat is best wel een neutrale honing. Maar je kan bijvoorbeeld ook bloemenhoning gebruiken. Wat voor honing je maar in huis hebt, dat maakt niet heel veel uit. Zo, dit gaan we nu koken totdat het 140 graden is. Dat kun je het best even met een snoepthermometer, elektronische thermometer doen. Net wat je in huis hebt. Maar het is wel handig dat je er iets van een thermometer bij hebt. Anders kan het fout gaan. Maar ik zal wel even laten zien hoe het er dan precies uitziet als het 140 graden is. Stel dat je geen thermometer hebt, dan kan je het een beetje proberen uit te vogelen zonder. Het vuur gaat aan. En ik ga het eerst eventjes een beetje doorroeren. Zo. En dan gaat de thermometer weer in. En dan wachten we totdat het 140 graden is. Zo. Deze is nu 140 graden. Deze haal ik nu van het vuur af. Maar we moeten nog eerst even de eiwitten opkloppen voordat dit bij de eiwitten kan. Oké, ik heb hier nu 3 eiwitten. Die ga ik opkloppen. En dan zodra deze mooi zijn opgeklopt, gaat de hete suikersiroop erbij. Zo, dat is een beetje moeilijk om alles zo perfect af te krijgen, maar dit kun je gewoon lekker opsnoepen. Het is nu super taaie massa geworden. Dus hier gaan weer de nootjes bij. Ik heb hier dus amandelen en pistachenootjes, ongeveer 200 gram. Je kan hier ook gedroogd fruit bij doen. Het is echt gewoon net wat je lekker vindt. Je kan er wat cacao poeder doorheen doen. Dan krijg je chocoladesmaak, daarna wat kleurstoffen voor een leuk kleurtje. Dit is een aardige spierworkout. Het is echt heel taai. Het zit er nu goed doorheen. Wat ik hier heb is eetpapier, oftewel ouwel. Dat ga ik gebruiken als onder- en bovenlaagje. Dus als eerst ga ik hier op de hele onderkant van mijn vorm mee beleggen. Je hebt natuurlijk wit, maar je hebt ook roze en geel. En nou, ik vind het wel leuk om wit te gebruiken, omdat mijn no-ga is ook wit. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld gele no-ga maakt of een roze no-ga, dan is het leuk om bijpassend eetpapier te gebruiken. Zo. Nu schep ik dit erop. Pak ik even een lepel bij, want het gaat niet vanzelf. Het wil niet helemaal leeg worden, maar dat is verder niet zo heel erg erg. Wat ik nu ga doen is, ik ga dit zo goed mogelijk proberen te verspreiden over mijn vorm. Of het pas wel plus 7 gaat worden. Zo. En hierop gaan weer blaadjes eetpapier.
kun je het ook een beetje aandrukken. Zo, deze is voorlopig klaar. We laten hem eventjes 12 uur even opstijven, zodat hij steekbrood kan snijden. En dan zien we jullie weer terug. Oké, ik ben alvast even bezig om de noga los te snijden. Kijk of ik er alvast uit wil. Hij is eruit, maar zoals je kan zien is hij nog hartstikke plakkerig. Dus wat we gaan doen, is we gaan hem in blokjes snijden en dan laten we hem nog even drogen. Zorg ervoor dat hij wat taai wordt en dus ook wat minder plakkerig, want dat, nu is hij niet echt lekker om te eten. Ja, hij is wel lekker om te eten, maar is een beetje te plakkerig. Dus ja, we gaan hem in stukjes snijden en dan laten we hem een paar dagen drogen en dan is hij klaar. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. We posten elke maandag om 4 uur een nieuwe video. Heb je die nou gemaakt? Tag me op Instagram. Dat vind ik super leuk om te zien. Anders als je staat in de beschrijving. Want dan wordt ook het recept helemaal uitgewerkt. Dus die zou ik zeker even checken. En dan hoop ik je de volgende week weer te zien. Doei!